Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video en in deze video heb ik weer de unboxing van de Ilabox. Ik heb hem weer binnen, het is weer de 29ste van de maand, dus... Hoogste tijd voor de Ilabox uiteraard. Het thema van deze maand is ik ga op vakantie en ik neem mee. Dus ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Dus ik ga jullie meenemen en dan gaan we kijken wat de inhoud van deze box is deze maand. Daar is hij weer, de Ilabox. En dit is de Ilabox van juni. Nummertje 14 inmiddels alweer. En het is nummer 2 van het tweede jaargang. Dus ik ben weer heel erg benieuwd wat erin zit uiteraard. Het thema deze maand was ik ga op vakantie en ik neem mee. En... ik ben toen zelf een beetje na gaan denken ook van wat zou het kunnen zijn. Doe ik eigenlijk nooit, maar eigenlijk vanaf het begin af aan had ik al gelijk het idee in mijn hoofd zitten van het wordt een strandtas. Geen idee of het dus ook zo is, want ik heb hem echt pas net binnen mijn box. Ik ben gelijk naar boven gegaan, camera gepakt en ik ben gaan zitten. Het enige wat ik gedaan heb is het plakband doorgesneden, zodat ik de box open kan maken en dat... ga ik nu doen, want ik ben heel erg benieuwd naar de inhoud. Dan plaats ik even mijn hand op mijn adres. En dan gaat de box open. En daar is hij weer. Het welbekende blauwe papiertje met een leuk stickertje erop. Hello Gorgeous staat er dit keer op. Dus laten we maar gauw gaan beginnen met het openmaken. Want ik ben echt heel erg benieuwd wat erin zit. Nou. En het lukt me dus dit keer ook niet om het papiertje heel te houden. Dat probeer ik altijd wel, maar helaas. En dan vouwen we hem open. En, oh. Ik zie hier tussendoor dus, en dat kun je hier bovenop dus ook al zien... de kleuren van het garen. En daar word ik al helemaal blij van. Vooral van dat. Ik ben heel benieuwd. Daar gaan we. Oh, leuk. Oh, en er komt een lekkere geur uit die box vandaan. Wow. Dat gaan we zo direct even bekijken. Want er zit iets in wat echt onwijs lekker ruikt. Maar goed. Dit is het kaartje met alle inhoud van deze box. En die leg ik eventjes aan de kant. En dan gaan we even beginnen met het boekje. Zoals ik al zei, het is Ilabox nummer 14, jaargang 2, nummer 2 van dit jaar. En de ontwerpster is Nienke. Nou, het wordt dus geen strandtas, maar een toilettas. Dus ik zat wel redelijk warm met een tas. Echt onwijs grappig. Heel erg leuk. Nou, en Nienke, die kennen we van Mooi van Draad. Zij is dus de ontwerpster van deze maand, van deze box. En ze heeft dus het hele vrolijke toilettasje ontworpen. Het ziet er echt onwijs leuk uit. Nou, uiteraard ook weer even een woordje van Nienke, de ontwerpster, in het boekje. Daar begint het mee. En dan nog een woordje van Ila zelf. En het thema van deze maand. Ik ga op reis en ik neem mee. Een toilettas dus. Echt onwijs leuk.
Ik ga heel eventjes buiten beeld kijken of ik nog verder wat kan laten zien uit het boekje vandaan zonder het patroon prijs te geven. Even kijken. Nee. Dat is allemaal patroon, dus dat ga ik niet laten zien. Want het is natuurlijk een exclusief patroon voor de box ontworpen. Dus daar ga ik niks van prijs geven. Maar dit is dus de inhoud van box nummer 14. Of tenminste dan het patroon van box nummer 14. De inhoud hebben we natuurlijk nog niet bekeken. We gaan dus een heel leuk zonnig toilettasje haken. Erg leuk. Goed, de inhoud van de box. Want daar gaat het natuurlijk ook om. Dit is een kaartje. Van Shampoo Bars Family. Dat is waarschijnlijk een reclame dingetje voor iets wat er nog bij zit in de doos. Ja, klopt inderdaad. Het is een reclame foldertje van iets wat er dus nog bij zit. Het staat Shampoo Bars. Dus er zit waarschijnlijk iets van shampoo ook in de box. Dus dat gaan we zo direct tegenkomen. En dit is dan nog een foldertje van Durabel. En van Mooi van Draad. Nou, dat ga ik dus ook niet laten zien, want het is een patroon. Excusez-moi. Dat gaan we natuurlijk niet delen. Oh, dit is gaaf garen. Oh, wat gaaf. Durable Double 4. Dat is het garen waar we dus het ontwerpje mee gaan maken. En dit is echt heerlijk garen ook om mee te werken. Dit is al een keer eerder in een box geweest. Toen maakten we er een tafelkleedje mee. Maar dit haakt echt onwijs lekker. Het is een 100% katoen garen. En het is dan 100 gram en er zit 150 meter op. En dit is dan de kleur cream. En hij is geschikt voor naald 4,5 tot 5. Nou, dit is dus een mooie crème kleur. En een heerlijke gele kleur. En die heet dan de Bright Yellow. En ik ben dus gek op dit soort kleurtjes. Echt geweldig. En dan hebben we nog pink. Maar dat mocht wel duidelijk zijn, denk ik. Want het is echt een knalroos kleurtje. Super gaaf. Echt, dit garen haakt echt zo onwijs lekker. Dan hebben we nog een bolletje Durabel Glam. Dat is dus een draadje met een glitter erin. Dat is 75% katoen en 25% polyester. En die glitterdraad die er dus doorheen zit, dat is de polyester. En er zit 50 gram op een bolletje en 180 meter. En dit is dan de kleur cream. Ander soort creamkleur dan de Double 4, zeg maar, dat is een verschil. En deze is ook geschikt voor haaknaald 4. Ik heb de haaknaald nog niet gepakt, maar ik heb zomaar het vermoeden dat we met een haaknaald 4 deze maand gaan haken. Hier is hij. Ja, een haaknaald 4. Uiteraard weer van Knitpro, de Soft Grip. Heerlijke haaknaalden om mee te werken. Ik zeg het elke maand weer. Het is ook gewoon echt zo. Dus die zit er ook weer lekker bij. Dan hebben we uiteraard ook weer een zakje verse thee van T-Tech. Met chocolaatjes erbij. En die zijn aardig gesmolten al. Het is momenteel heel erg warm buiten. Dus het is niet zo vreemd dat het dan wat smelt. Ik heb
ook al wel gehoord dat bij sommigen het zakje gewoon echt helemaal één chocoladedrap was geworden. Nou ja, dan koel je het eventjes en dan heb je één grote chocoladeplak. Maar mijn chocolaatjes lijken het dus wel redelijk overleefd hebben. Ik ga ze even goed wel even in de koelkast leggen, zodat ze weer even een beetje kunnen stollen. De thee die ik erbij heb, dat is vanilla pink. Ik ben er zomaar blij mee dat ik er gelijk mee begin te gooien. Vanilla pink is dus mijn thee. En die bestaat uit zwarte thee, heidebloemen, rode korenbloemen, stukjes vanille en hartjes suiker met aardappelzetmeel. Nou, het kan niet anders dan dit ook echt weer een heerlijke thee gaat zijn. Echt die thee van Teatec, die is echt altijd heerlijk om te drinken. Dus die zit er uiteraard ook weer bij. Je mag natuurlijk ook niet ontbreken. Oeh, doe maar. Dit is een gezichtsmasker. Dit is een verzachtend en zuiverend gezichtsmasker met dode zeezout en mango en sinaasappel. Oké, lekker. En dan zit ik eventjes te kijken ook of dit zo'n peel-off masker is. Want daar ben ik zelf altijd wel fan van. Ja, ik gebruik ook maskers. Nee, dit is geen peel-off masker. Het is een masker wat je er dan weer af moet wassen. Ik ben altijd erg van de maskertjes die je er van je huid af moet trekken. Dat vind ik zelf ook altijd een lekker gevoel. Dat wordt dan op een gegeven moment helemaal strak in je gezicht. En dan kun je hem er in één keer afhalen. Maar goed, dit is ook een heerlijk masker. Dit is een zakje wat ik eventjes open moet maken. Ik denk dat dit bij dat kaartje hoort. Pak ik er dan eventjes bij. Ja, kijk eens, hetzelfde logo staat erop. Nou, kijk hier het stickertje. Dit is een shampoo bar met rozenblaadjes. Oh, vandaar die geur. Echt, dit ruikt echt zo onwijs lekker. Ik zit eventjes te kijken. Oh, wat grappig. Dit is dus shampoo. Nou, dat zegt de naam natuurlijk al. Shampoo, shampoo bar. Dit moet je dus gebruiken op natte handen. Dan wrijf je hem echt als een zeep tussen je handen. En dan kan je dus daarna je haren gaan wassen ermee. Je kan hem ook door je haar heen halen. En dan gaat het dus schuimen. Dus het is echt, echt super gaaf dit. En het zorgt dus ook inderdaad voor minder plastic. Dus het is ook gewoon echt heel veilig voor het milieu. Zo, kun je nagaan hier. Het staat hier dus, ik zit het ondertussen even te lezen. Maar kijk, met één shampoo bar bespaar je dus 3 plastic flessen. Dus kun je nagaan, dit is echt super gaaf dit. En echt de geur, heerlijk. Echt een heerlijke rozengeur zit eraan. Ik ga hem weer even op in het zakje. Dat ga ik uiteraard ook testen. Erg leuk dit. Laten we hier even mee beginnen. Dit is natuurlijk ook weer het vaste onderdeel in de box. Elke maand weer. Een steekmarkeerder. Daar is hij. Een heel leuk bloemetje.
Wit van kleur met een geel hart erin. Erg leuk. Dus die kan ook weer mooi bij mijn collectie. Ik ben erg blij mee. Het is echt voor mij een verzamelobject geworden inmiddels. En ik heb ze ook echt allemaal trouw bewaard. En ik heb er ook al een bestemming voor. Dus dat is echt superleuk. Met dank aan de voorgaande box. En dan hebben we nog een zakje. Kijken wat hierin zit. Ja, die is wel gelukt zonder het zakje kapot te scheuren. Wat een werk ook allemaal weer met al het inpakken. Weet je. Yarn staat erop. Even kijken hoor. Oh, dat is grappig. Een klein ijszetje voor onderweg. Een heel klein schaartje, het veiligheidsspelde, twee knoopjes. En wat draad nog, kopspeld en een naaldje. Erg leuk. Echt, het past allemaal perfect weer bij het thema. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Dit stop je echt zo weg in het tasje. Heerlijk met je shampoo bar erbij. En dan zijn we op de bodem geraakt van deze Ila box. Hij is echt weer onwijs leuk. Mijn stem slaat er helemaal van over. Goed. Wat zit erin? Het garen. Ik ga het allemaal weer even een beetje netjes terugzetten. Zodat we weer een beetje een overzicht hebben van wat er allemaal in de box zit. Dus we hebben 3 bollen Double 4 van Durable. En 1 bolletje Durable Glam. Wat we uiteraard gaan gebruiken voor het patroon, de Sunny Toilettas, ontworpen door Nienke van Mooi van Draad. Erg leuk. Nou, en dan zet ik deze er eventjes bij. Dit is dus van de Shampoo Bar. Dus dat is die heerlijke, dat heerlijke stuk zeep, zeg maar, met rozenblaadjes, waar je dus nou ja, het is geen stukje zeep, het is dus een stuk shampoo wat je dus kan gebruiken om, stel je gaat kamperen op de camping, je haren mee te kunnen gaan wassen. Dus echt super leuk. Een lekker verfrissend gezichtsmasker. Met een mango geurtje. Erg lekker. Uiteraard ook het zakje thee van T-Tech met de chocolaatjes. Mijn labeltje is alleen losgelaten, dus doen het eventjes zo. Beetje leuk neerzetten. Zo. Die er even bij. Nou, uiteraard de steekmarkeerder. Dit keer een heel leuk bloemetje. Een zonnig bloemetje. Heel erg leuk. De haaknaald. 4 mm ditmaal. Wederom weer de Knit Pro Soft Grip. Heerlijke haaknaalden om mee te werken. En dan nog een bonuspatroontje. Die we erbij gekregen hebben ook. En ik ga heel even kijken op de achterkant. Dat is een gebloemd rolmaatjasje. Kijk, ik kan wel laten zien door mijn hand eventjes op het patroon te houden. Dit is dus het bonuspatroontje wat erbij zit. En ik weet ook niet of dit een patroon is wat gedeeld mag worden. Want het is een kaart van Durabel ook. En vaak staat Durabel deze ook nog wel op beurzen uit te delen, dit soort kaarten. Maar gewoon uit voorzorg heb ik dus gewoon eventjes het patroon afgedekt. Maar die is dus ook gemaakt door Nienke van Mooi van Draad. Dit is dus de ontwerpster van deze box.
Echt een superleuk ontwerp. Heel leuk van kleurtjes ook. Echt perfect passend bij het thema. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Gewoon een heel leuk toilettasje. Uiteraard ga ik deze natuurlijk ook weer maken. Want, wie weet komt die ook ooit nog eens van pas. En anders vind ik er misschien wel een andere bestemming voor. Maar het ziet er gewoon te leuk uit om niet te gaan maken. Dus dit was de Ila Box van de maand juni. Nummertje 14 alweer. Dus het wordt weer enorm genieten van deze box. Oh, en ik vergeet deze trouwens nog. Excuus. Het kleine naaidoosje voor onderweg. Ik zie mijn ene naast de box liggen nog. Dus die hoort er natuurlijk ook bij. Erg leuk ook dat het erbij zit. Dus ja, het is weer echt een onwijs leuke, vrolijke box. Alleen al vanwege de kleuren, daar word je gewoon helemaal happy van. Dus ik ga er lekker mee aan de gang. En dan ga ik er gewoon lekker van genieten. Gewoon lekker buiten zitten met een kopje thee. Chocolaatjes erbij en lekker haken aan dit tasje. Het is echt weer een hele leuke box deze maand. Dus meiden van Ila en Nienke, heel erg bedankt weer. Dat was hem dan, de inhoud van de juni-editie van de Ila-box. Ik vind hem echt weer onwijs leuk. Ik werd er helemaal vrolijk van, ook van de kleurtjes die erin zitten en van de goodies. Dus het is echt weer een feestje deze maand om hem te ontvangen. Mochten jullie nou ook na het zien van deze video toch besluiten om hem ook aan te gaan schaffen, ga dan eventjes naar de site van Ila-box, die je uiteraard kan vinden onder deze video in de beschrijving. Daar zal ik eventjes de link plaatsen naar de site van Ila-box. Per 1 juli gaan de inschrijvingen weer open en kan je gaan inschrijven voor de volgende box. En ongeacht welk abonnement je neemt of dat je een eenmalige box neemt, voor iedereen is de inhoud van de box hetzelfde. Het enige verschil is dus alleen de abonnementen of dat je eventueel een eenmalige box neemt. Voor de rest krijg je dus gewoon de box die iedereen gaat krijgen. Dus, wil je die box hebben? Ga dan naar de site van Ila-box en ga je per 1 juli inschrijven, zodat jullie eind van de maand ook de box kunnen gaan ontvangen van jullie. Ik ga uiteraard met smart weer wachten op de volgende box. Niet voordat ik deze uiteraard gehaakt heb, want dat ga ik ook echt zeker weten doen. Ik vond het in ieder geval weer heel erg leuk om op deze manier de box aan jullie bekend te maken, zodat jullie ook weer eventjes mee konden gaan genieten van de inhoud. Dus, nog één keer, wil je ook een box? Ga naar de site van Ila-box, link onder in de beschrijving van deze video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Zoals je al hoorde, ik vond het weer erg leuk om hem op te nemen voor jullie. Wat ik heel erg leuk zou vinden ook, is als jullie abonneren op mijn kanaal, doe dat door eventjes een klik te geven op die welbekende rode abonneerknop. Dat kost je ook niks, dus klik er vooral eventjes op. En druk dan ook eventjes op het belletje naast die rode abonneerknop. Want dan krijg je automatische melding als ik een nieuwe video plaats op mijn kanaal. Dan weet je tenminste zeker dat je ook niks mist van mijn kanaal. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zou ik zeggen, tot kijken in een van mijn andere video's. Doeg!